De Nationale Assemblée heeft vandaag het nieuw lid Graciela Diana Sluisdom toegelaten. Zij zal de fractie van VHP versterken. Sluisdom is de opvolger van Sjaan Binda, die eerder dit jaar overleed. Het nieuwbakken lid zal ontfermen over elke Surinamer, maar in het bijzonder vrouwen en jongeren. Ze wijst ook erop dat morele afgang in de samenleving steeds duidelijker te merken is. Als voorbeeld noemde ze de uit de hand gelopen protesten van 17 februari en de vele video's van gevechten onder jongeren op sociale media. En daarom zal ik mij ontfermen over het onderwijs en de sociale omgeving waar kinderen in opgroeien. Die krijgen dan mijn bijzondere aandacht. Ik zal samenwerken aan de bewustwordingactiviteiten en het bijbrengen van waarden en normen. Zodat wij weer respectvolle, verzekerde en trotse Surinamers kunnen vormen. Die beroemde jari waar wij als Suriname trots op mogen zijn. Voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat wij, volk van Suriname, alleen door vreedzaam en respectvol met elkaar om te gaan, Suriname weer tot een prachtig land en naar grotere hoogte zullen kunnen brengen. Als jonge politica zal ik trachten om een rolmodel te zijn voor de jongeren. Zowel de fracties binnen DNA als de regering heten Sluisdom welkom in het Huis van het Volk. President Chandrika Prasad Santokhi memoreerde dat Sluisdom vanaf de eerste dag dat zij zich in het VHP-partijcentrum aanmeldde, wilde werken voor land en volk. Dat zij zich uit de 100 kandidaten heeft kunnen opwerken om gekandideerd te kunnen worden op de lijst van Paramaribo, bewijst dat Sluisdom uit goede hout is gesneden. Santokhi zegt dat Sluisdom vanaf vandaag een bekend gezicht zal zijn voor de samenleving. Waar ze als parlementariër voor alle Surinamers zal opkomen. Voorzitter, ze stond op de lijst, maar ze is niet gekozen. Maar met haar stemmen zijn heel wat andere parlementariërs gekozen en voor haar parlementariër geworden. Ze heeft rustig gewacht, strijd geleverd. Meer dan 4, 5 keren bij me geweest van voorzitter-president. Ik wil werken. Maar ik proefde wat ze wilde op de voorgrond werk. Want dat was haar werk in de samenleving, tussen samenleving. En ze wilde niet op kantoor zitten. Voorzitter, uiteindelijk is ze ook geselecteerd geworden om als woordvoerder van de president getraind te worden. En ze is nog in een trainingsproces. Voorzitter, vanaf vandaag mag ze woordvoerder zijn van het hele volk van Suriname. De president memoreerde ook het werk dat Sjaan Binda heeft geleverd en sprak wederom een woord van dank uit. Hij verduidelijkte dat professor Ryan Nanan feitelijk de opvolger van Binda zou moeten zijn. Maar de parlementaire functie niet heeft bewilligd om ruimte te creëren voor Sluisdom.